programa. Hallo mensen, vet dat jullie allemaal kijken naar Split Sprint, een nieuwe video. En vandaag weer een nieuwe video. Ik heb er hartstikke veel zin in. En ik hoop dat jullie er ook veel zin in hebben. Tuurlijk hebben jullie zin. Jullie hebben er altijd zin in, toch? Anders kijken jullie niet, toch? Ja, dat is het wel een beetje, denk ik. Ik zag gisteravond video's over gold diggers. Gold diggers, wat zijn dat eigenlijk? Gold diggers zijn dus meiden of vrouwen die op mannen vallen. Of het kan ook een man die op een vrouw valt die geld heeft. Of een vrouw die op een man geld. Iemand is op zijn geld uit, zeg maar. Dus iemand houdt van diegene omdat hij heel veel geld heeft. Ik weet niet hoe ik het anders moet uitleggen. En ik hoop dat ik een beetje goed heb uitgelegd. Maar gold diggers. Ik zag dus in de avond, zag ik op YouTube een video van een YouTuber. Dat hij dus een dikke bak had. Dus een hele grote, zo'n Ferrari, weet je wel. Super vet natuurlijk. Maar een soort van, eerst als zwerver ging hij dus praten met meiden. En toen daarna was het dat hij als rijke tata, zeg maar, daar... Dat hij met die meiden ging praten. Het was veel anders. Ja, maar ik begrijp ook wel dat als je een zwerver aan jou vraagt, wil je wat te drinken? Oké, dan begrijp ik wel dat iemand zou zeggen, nou liever niet. Het idee is super raar. Dat dus een rijker iemand dus een soort van meer meiden kan krijgen in plaats van... Ja, dat is bizar. Je kan toch ook aan het karakter zelf denken. Dus aan de persoonlijkheid van iemand van... Nou, jij bent hartstikke, jij ziet er gewoon leuk uit, daar kan je mee praten. En daar wil je bijvoorbeeld een relatie mee, alleen diegene heeft niet zoveel geld. Dan ga je toch voor diegene, dan ga je toch niet voor iemand die heel veel geld heeft. En dan, ja, weet je, ik vind het bizar. Waar gaat de wereld naartoe, jongens? Weet je waarom ik dit vertel? Omdat ik zeg maar een soort van wil laten zien dat niet altijd geld de oplossing is. En dat je ook gewoon zonder geld het leuk kan hebben, bijvoorbeeld. Dat wil ik uitleggen, maar dat gaat altijd bij mij hartstikke moeilijk. Dus jullie begrijpen het wel. Ik had dus ook een video gezien dat dus een jongen, die ging dus voor een... dikke bak staan die dus van zichzelf was. Stond dus een lelijke auto achter. Dus de man die vroeg, hey, wil je misschien een keer chillen of zo? Of kom rijden, dit en dat. En het was zeg maar zo dat hij dus naar die andere auto liep. Achter die dikke bak natuurlijk. Ik weet niet. Ik vind het bizar, weet je. Want als je dan een Ferrari hebt, dan wilt iedereen... Ja, dat begrijp ik ook wel een beetje. Maar ik begrijp die mensen ook weer... Het is moeilijk, jongens. Het is super moeilijk. Wat zou ik doen als een mooie vrouw zou zeggen... Arthur, wil je met me mee? Ik heb Ferrari. Ja, ik weet niet of ik zou meegaan. Nee, ik denk dat ik het dan niet doe, man. Ik denk dat meer meiden zoiets doen in plaats van jongens, zeg maar. Snap je wat ik bedoel een beetje? Het is een soort van... Ja, het is raar. Het is raar dat dus... Dat mensen meer op geld afgaan dan op mensen die minder geld hebben. Maar ja, weet je, geld speelt een rol in het leven. Sorry dat ik dat moet zeggen. Mensen zeggen heel vaak, liefde speelt een rol. Jongens, ik denk dat geld een betere rol speelt dan liefde. Ja, het klinkt heel erg lullig hoor. Maar als je dus geen geld hebt, ga je dood. Dus wat heb je dan aan liefde? Serieus. Dus dat is een beetje de formulering van het hele verhaal. En ja, ik vond het gewoon bizar toen ik het zag. Ik lag in mijn bed met mijn mobiel en ik dacht, holy guacamole. Waarom zie je al die meiden stappen in zoveel... Ja, ik begrijp het niet. Jongens, ik begrijp er geen ene tering van. Waar gaat de hele maatschappij naartoe, hè? Soms denk ik echt van, weet je, hadden we maar gewoon allemaal golfjes. Dan hadden we ook niet de gold diggers en zo. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, zeker. Ja. En ik had nog een vraagje. Wat vinden jullie eigenlijk van de gold diggers en alles? En zou jij in een Ferrari stappen? Bijvoorbeeld als een meisje of een jongen zou zeggen, ga je mee? Zou jij in een Ferrari stappen? Plaats dat in de reacties. Ik ben heel benieuwd. Ik vind het leuk om reacties te lezen. En like de video als jij ook vindt dat geld, nou, soms wel een rol speelt en soms ook niet. Snap je wat ik bedoel? Ik kijk er tussenin. Ik weet niet wat het is. Is het nou geld of is het nou... Ja,
Dat weet ik niet. Dus plaats een reactie en like als ik gelijk heb. En deel deze video met al je vrienden. Want ik wil wel weten wat andere mensen ervan vinden. En ja, dan zie ik jullie weer later met een leuke video. Morgen trouwens. Doei. Motherfuckers. Ja, leuk. Ja, leuk. Zo. Gaat het ding uit? Oké, pak de camera. Pak de camera. Yeah.